Oh my god, mensen, vandaag is zaterdag, dus zeggen we goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pippi. Woppa, nieuw dag, nieuw vlog. Het is al heel lang geleden dat ik een keer een vlog gefilmd heb. Ja, wat gaan we doen vandaag? Vandaag is het een familiewandeling met Wesley en Severine en mijn ma en mijn pa en met Joël en met Kevin en met Anouk en met mij en met Zoe en met Maurice. En daar gaan we nu naartoe gaan. We gaan nu eerst achter Maurice gaan in Eeklo, want vandaag gaat Maurice bij ons blijven slapen. En ja, we gaan er een leuke dag van maken. Ik heb ondertussen al mijn Jurassic Park t-shirt aan, want Maurice is soort van Jurassic Park. En daarom wil hij ook meegaan op die familiewandeling. Want, alweer buiten adem. Want we gaan er zo, denk ik, naar daar, ik weet zelfs niet waar dat is, waar we naartoe gaan. We gaan het straks wel weten te zijn. Maar ik denk dat het zo naar Dardenne is of zo. Het is alsof in een bos en met riviertjes en weet ik veel allemaal. En Maurice vindt dat de max, want hij vindt dat echt zo Jurassic Park stijl. En War of the Planet of the Apes stijl. En Tarzan stijl. En Bosman stijl. Ja, en... ja, dus dat gaan we doen vandaag. Dus ik ga me nu klaarmaken. Ik ga me nog mijn trui aandoen, mijn kousen aandoen. En dan ja, mijn jas en mijn pet hangt daar ongeveer, zo daar. En ja, dat gaan we allemaal aandoen. En dan gaan we vertrekken naar Eeklo. Allee, tot ziens. Let's go, yo! Bijna vergeten, maar moet dus nog altijd alle dagen voor de rest van mijn leven pilletjes pakken. Dus dat gaan we nu doen. 5 pilletjes per dag. 1 voor cholesterol, 1 voor ja, herstel van mijn hart, 1 voor een bloeddruk, 1 voor weet ik veel allemaal. 5 pilletjes elke dag. Ik haat het. Maar ja, het is voor de rest van mijn leven niet aan te doen. Maar Hulder weet waarom dat ik dat moet pakken. Omdat ik dus nog altijd voor de rest van mijn leven ook een hartpatiënt ben. En over het laatst heb ik ook dus een brief gekregen dat ik officieel, dank u wel, een chronisch hartpatiënt ben. Dat wil zeggen dat ik nooit meer ga genezen. En ja, het is wat het is. Hè, ja. Goed, we gaan vertrekken. Let's go. Voilà, zie, getankt. 72 euro's. Jipla. AZ Delta Monies. Weg. ja, voor de mensen die nou er ook nog altijd een keer afgaan hoe dat is met mij. Dus soms krijg ik nog een keer berichtjes via Instagram of zo. Van hoe is dat nog met u? Want het is nu, denk ik, 2,5 jaar geleden dat ik mijn hartaanval had. Hè. En ja, kijk, sommige dagen is het supergoed, maar sommige dagen zit het alweer minder. Zoals dat iedereen normaal zou moeten weten, werkt mijn hart aan 67% maar niet meer. Omdat mijn hart veel te lang zonder zuurstof gezeten heeft. En daarom ben ik dus officieel chronisch hartpatiënt.
ga ik nooit meer genezen. Maar ja, het is wat het is. We maken er het beste van. Hak ik lang leven? I don't know. We gaan het wel zien. We maken er gewoon het beste van. Zoals dat ik zei, sommige dagen zijn goed, sommige dagen zijn minder goed. Ik ben veel, veel moe. Gelukkig heb ik een goed vrouwke, Anouk, die het allemaal verstaat en begrijpt. En die ze mij ook natuurlijk niet leren kennen met heel dat hard gedoe. Dus ze weet wie dat ik was ervoor en ze weet wie dat ik ben nu. En ja, er is ook niks aan te doen. Ik ben wie dat ik ben nu. En ja, sommige dagen ben ik super moe, kan ik echt niks doen. En sommige dagen heb ik echt veel energie. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar ja, het is gewoon wat dat is. Er zijn wel twee dingen dat ik dus echt niet meer doe. Dat is alcohol drinken. Dus in mijn vorige vlog zou je nog gezien hebben dat ik af en toe wel een keer zat was of weet ik veel. Maar ik denk dat het nu ongeveer een 200 dagen is. Ik denk nog juist geen 200, maar het zal niet veel meer schelen. 200 dagen dat ik geen alcohol meer drink. Ik voel me daar al veel beter door. Veel, veel beter. De dokter heeft ook gezegd dat alcohol eigenlijk heel slecht is voor het lichaam. Maar iedereen doet wat hij wil. En ik heb dat ook al zoveel jaren gedaan. Dus ik ga niemand zeggen, mocht dat niet doen, dit of dat. Maar voor mijn eigen, dat dus gewoon niet meer doen. Dat is al 200 dagen dat ik geen alcohol meer drink. Niet één druppel. Soms is dat een keer ambetant, als je een keer weggaat of een keer uitgaat of zo, dan wil je ook wel een keer iets drinken en dan zijn je ook een beetje losser in je hoofd. Maar ja, het is wat dat is. En het tweede dat ik dus ook niet meer doe, omdat ik veel te veel hartklopping daarvan kreeg, dat is koffie drinken, dus niks met cafeïne meer. Want dat is gewoon, vanaf dat ik een klein beetje koffie drink of een klein beetje cola, zelfs cola zero, krijg daar enorm hartklopping van. Dus geen cafeïne meer en geen alcohol meer. Gelukkig, want ik drink heel graag cola. Bestaat er Coca-Cola Zero, zero cafeïne. Dat zijn die met dat gouden randje. Dus ik drink nu die altijd. Ik heb er totaal geen probleem mee. Maar vanaf dat ik echt één slok cola of koffie drink, krijg ik zo hartklopping. Dat is niet normaal, maar dat is ook omdat mijn hart niet veel meer aan kan. Dus ja, het is wat het is. Ja, oké. Okay. We gaan het wel zien hoe of wat dat mijn toekomst zal uitbrengen met mijn hart. Maar, like dat ik dat juist gezegd heb, we maken er gewoon het beste van. Goed, oké. Okay. Ik denk dat het nog een half uurtje rijden is naar Eeklo. En dan gaan we de moeries ophalen. Allee, let's go, yo! Yo! Hoe is het? Goed. Goed? Zit je er klaar voor? Ja, kijk. Ja, amai. Hebt u uw koffers gepakt? Hebt u uw vlogcamera ook mee? Ja. Ah, goed hè. En zo heel een PlayStation vent. Ik dacht dat Jurassic Park ging zijn. Ja, maar we waren een kijk bij mijn t-shirt en ze waren allemaal te klein. Dus... Ah, ze waren te klein. Dus met andere woorden... Morgen vroeg heb ik wel Star Wars. Ah, dat is ook goed. Ik zal dan morgen een Star Wars t-shirt aandoen. Is het goed? Ja. Oké. Okay. Allee, mag ik binnenkomen? Ja. Of moet ik hier buiten blijven staan? Nee, maar binnen. Ah, oké. Okay. Allee. En wat is dat hier? Een tijger? Of een panter? Auw. Ja. Allee. Ja, goed. Ik ga eerst aan uw ma vragen voor een boterham. Want ik heb nog niks gegeten. Ik heb mega honger. Ga jij al eten? Ja, ik wel. Ah, ik niet. Maar ik heb mega honger. Ik ga aan uw ma een boterham vragen. En ik ga het zelfs niet vragen, ik ga hem gewoon pakken. Nee! Gewoon? Kijk, zie je die deur? Kijk, Leslie. Nee. Dat is Leslie. Dat ben ik echte. En ben waar? Ja. En Allee, kom, we gaan naar bed. Let's go! Yo! Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we dus weer thuis gekomen, tezamen met de Mauricio. Vanaf nu noem ik u Mauricio. Is het goed? Oké. Oké, zegt hij. Dus sowieso, morgen ga je naar de kapper, hè? Want dat is overdreven. Hè? Oh my god, mensen. Wat is dat? Goed, wat gaan we nu doen? We gaan naar de rommelmarkt. Zoe is hier ook. Daar is Zoe. Voilà.
Maar zo, we gaan naar de stad, we gaan naar de rommelmarkt, maar de beelden van de rommelmarkt, dat ga je me niet zien op deze vlog. We gaan dat zien in de, op mijn andere kanaal, Blu-ray Daddy 82, want dat is mijn nieuw kanaal, hè? Ja. Goed, dus daar gaan we nu ja, naartoe gaan en de rommelmarkt vlog kun je dan zien op mijn andere kanaal. Welk kanaal? Come on, zeg het. Blu-ray Daddy 82. Blu-ray Daddy 82. Voilà, en waarom staat die 82? Ik weet het niet. Omdat ik geboren ben in 82. Hoeveel jaar ben jij? 7. Ik denk 3. Voilà, zee. Ik en Maurice zijn naar de rommelmarkt geweest. Je kunt het dus zien op mijn andere kanaal. We gaan nu naar huis gaan. We gaan een beetje gaan eten. Hè? Gaan eten, hè? Vanavond gaan we sowieso frietjes eten. Ja. Goed, hè? Ja. Maar jij hebt gisteren ook al frietjes gegeten, heb ik gehoord. Ja. Wat heb jij gegeten in de frituur? Chicken nuggets. Wat? Chicken nuggets? Ja. Chicken nuggets. Ah, was het bij de Chinees misschien dat je frieten gegeten hebt? Ik heb chicken nuggets. Ik heb voor mij een pakje chicken nuggets, alstublieft. Nee. Gewoon in de frituur. Chicken nuggets. Chicken nuggets? Met een frikandel. Chicken nuggets? Met een frikandel. En een frikandel? Een frikandel en chicken nuggets? En frieten. En frieten. Ah ja. En geen saus? Ketchup of zo? Ja, ketchup. Ketchup? Ketchup? Chicken nuggets? Frikandel en ketchup? Ja, vanavond, ja, maar ja, hebben wij wel frietjes eten, hè? Je hebt al frieten gegeten, maar ja, het gaat om 2 dagen achter elkaar frieten zijn. Maar ja, had er wel mega dik worden, hè? Ik ook. Ja. Jij ook, want jij hebt ook frieten. Maar ik heb maar 1 keer frieten gegeten. Jij hebt nu 2 keer achter elkaar frieten gegeten. Ah ja? Maar nee. Wat? Maar jij bent al dik. Ah, ik ben al dik. Ah ja. Allee. En jij vindt dat allemaal normaal? Ja. Ja. Ah ja. Oké. Okay. Yo. Voilà mensen, we zijn thuis gekomen. En Maurice, moet je direct al beginnen werken. Erg hè, Maurice? Ja. Zo gaat het. Ja, zegt hij. Nee, maar die bord niet. Hier, de die. Je moet die pakken. De platte? Ja. Ja, de die. Die? Ja, de die. Want die gaan... Die? Nee, hier, die. Oké. Okay. 2 borden. Goed? Ja. Voilà, kijk Maurice, direct is hij aan tafel. Wat een voorbeeldige jongen ben jij. Wauw. 1 bord. 1 bord. 1. En dan? Nog 1. Ga je ook een eitje eten? Anouk is juist thuis van haar werk. Voilà. En direct vliegt ze er weer in. Dan gaat ze een eitje bakken voor ons. En dan gaat ze sandwiches maken voor mee te pakken als picknick na de wandeling. En zeg nu een keer waar dan we naartoe gaan. Je weet het dus ook niet. Niemand weet waar dat we naartoe gaan. Pepe Lef heeft op een... Ja, hier op dat kaartje. Ik heb het al gezien. L'avenue de la République. Nee, wacht. Bon secours. Hoi, we spreken af in Bon secours. Voilà, daar gaan we naartoe. Voilà, mijn pa heeft hier een kaartje geschreven. Bon secours naast La Basilique op de parking aan Hotel Melissa. Voilà, daar gaan we naartoe. Begin maar met 1. Ja, begin met 1. We gaan hier eentje en dan nog eentje en dan nog eentje, hè? Oké, dan 2. Ah ja, 2, hè? Allee. Die kruisjes die hierop staan, Maurice, ik ga een keer zeggen wat dat is, die kruisjes. Die tegel is kapot en die tegel is kapot. En hier is er ook een tegel kapot. En al die kapotte tegels gaan ze binnenkort vervangen. Ja, die ligt een beetje los. Het is een oud huis in Maurice en ja, we moeten... En moeten af en toe moeten we weer een beetje herstelling doen. Maar op die maat, dat is 31 op 31, vind je dus gewoon niet meer. En daarom het enige dat we gevonden hebben, maar het is ook voorlopig, want later die vloer had er toch volledig uit, want er moet hier nog vele veranderingen gedaan worden. En dat is het enige dat we gevonden hebben. Dus het gaat gewoon van die kleur gaan er zo een paar, ja, maar we kunnen niet anders. Maar deze is wel heel Ja, die is volledig kapot. Kijk, die is echt... Toen een keer. Kijk, die is echt volledig kapot. Helemaal gestampt. Ja,
volledig kapot. Dus het huis is volledig in orde, maar het is een beetje oldschool en nog ouderwets. Maar dat gaan we allemaal veranderen. Ik ben eerst nog een beetje sparen. Boven is het allemaal gedaan, maar hier moet het nog allemaal gedaan worden. Maar het is wel gezellig, lijkt hoe dat is, maar niet lijkt mijn hoesten. Goed, voilà. Allee, wij gaan een beetje eten en dan zijn we ermee weg. Goed, Maries? Ja. Voor wat moeten we wachten? Ah, nee, nee, dat is goed. Ah, ik dacht dat je nog iets wou mededelen op de vlog. Nee. Ah, toch niet. Ik heb een vraag voor jou. Je hebt een vraag voor mij. Stel ze dan. Maries, hoeveel sandwiches mag ik maken voor jou mee te Doe maar 2. Ga je nog? 2? Pak er maar 3. Pak er maar 3. En wat moet je daarop? Choco of smeerkaas? Choco of smeerkaas? Choco. Alle 3 choco? Ja. Ah. Hoeveel ga je dan? 7. Nee. 4. Maar dan heb je nu maar 2 voor nu. Ah ja. 2 is genoeg voor nu. Ja, het is allemaal goed. Doe er gewoon 4 voor mij. Of 3. Ja, ik ga ze dan nu op. Ja. En dan doe je 2 dachten en 2. Ja. Pff, dat is een uitleg. Allee. Ah ja, ik weet het. Ja, het is al niet makkelijk. Ik weet het dat je het moeilijk hebt. Smakelijk, hè, Maurice? Ja, smakelijk ook. Ah ja. Voor u. Allee, dank u. Ah, ga jij niet eten? Ja. Ah, straks. Ook. Ze gaan weer in de auto eten, best als ze aan het rijden is. Sowieso. Sowieso. Smak het? Ja, moet ik dit doen? Hij moet doppen, hè? Ah ja, hè? Allee. Het ziet er ook goed, smakelijk, lekker uit. Bedankt, hè, zoetje, voor het mooie eitje. Bedankt, hè. Yo. Dit is veel mooier. Je hebt zo'n mooi ei. Ik krijg hier een geklutst ei die geen geklutst ei is. Lekker! Ik heb nu heel die een dooier in één keer in je mond gestoken. Ja, met z'n willen zeker. Wat ben jij? Lekker, hè? Het zal wel zijn. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we dus vertrokken naar Bonsecours, naast La Basilique op de parking aan het hotel Melissa, hebben we afgesproken. Voilà, daar zijn we nu naartoe aan het gaan. Dus het is met de familie en Anoukske is aan het rijden, zie. Ik heb al 2 keer verschoten in 2 minuten tijd. Eerst het is oranje, zeg maar dan van, gooi je toch nog op mijn rem duwen. Toen ben ik op mijn gsm aan het kijken en de ene keer zegt ze van, ja, ik ga mijn versnelling niet goed steken. Weer verschoten. Nieuw overdrijven. Doen dat. 2 keer verschoten in 10 seconden tijd. Maar allez, ja, we leven nog. Dus Zoe is er ook bij. Ik weet niet of je haar kunt herkennen, want naast van haar gezicht is bedekt met zonnebril. Dat is de nieuwe mode, zegt ze. Wij hebben geen smaak en zij wel. Hoe dan, Zoe? Oké. Weer vies. Goed, allee. Maurice is er ook nog altijd bij. Koekoek, voilà. En we gaan er proberen een gezellige namiddag van maken, hè, Zoe? Oké. Goed, allee. Tot z'n beet, hè. Let's go, yo! Yo! Ja, mensen, we zijn eindelijk toegekomen. Eindelijk. Want Wesley is zijn wees aangestoken. Moet je, zo beter gewoon een kaart te pakken. Gewoon, like vroeger, een kaart. Lekker Bon Palauet worden. Ja, hier. En iedereen krijgt hier een cadeau. Iedereen krijgt hier weer een cadeau. Wie krijgt er heen? Ik hoor niet. Ja, Maurice. Ik heb niets gekregen. Ja, zo heeft niets gekregen. Ik wist niet dat hij mee. Ah, wist het niet. We hebben het allemaal al gezegd. Maar ja, oké, bedankt. Wie gaat er al
allemaal mee. Zoé, je weet weer wie dat er uitgesloten is, hè? Allee. Nee, voilà. Ella. Ah ja, dank u. Oei, Joël Arnotto is daar. Ah nee, het is daar. Ik dacht dat Joël nog harder kwam. Ja man, hij moet hier op mijn filmpje staan. Allee, goed. Zijn we ver weg? Iedereen moet hier like, nog kleren aan doen. Ik kom met die notenbak klaar. Vent, hoe lang moet dat eigenlijk duren allemaal? Hé, hey, bon, voilà, weet je, het is helemaal niet veel beter. Nee, maar serieus. Ik kom met mijn auto, voilà, klaar. En iedereen moet hier andere kleren aan doen. Regenpakken, wat is dat eigenlijk? Carnaval. Hij heeft sowieso al eens voor mijn kleren, hè. Ah, jongste. Hier, hij heeft hier bio genoeg, hè, nu? Kijk. Bio genoeg. Eet, dat is gelijk een buffet, verholder. Je kunt hier overal eten. Niet neemt er ook zijn kleren af. Oh, hem maar uw kleren aan. Heel kort. En Caro, zo vies kijken, vent. Ja, man, zo had dat zo. Ik wil hier niet zijn. Hé, hey, wij willen hier ook niet zijn, hè, Caro. Maar ja, we kunnen niet anders. Allee. Tegen dat iedereen klaar is, hè. Dat is niet normaal. Hé, hey, Maurice? Ja. Wij stappen uit de auto en wij zijn klaar. En zo er... Dit. Wat was ze aan het eten? Wat was ze aan het eten? Maar ik heb geen mond mis, hè. Graskoekjes. Mmm. Lekker. Ja. Kom aan, Maurice. Het staat op de vlog, hè. Als je nu valt, is het voor heel de wereld, hè. Kom hier. Hier, kijk, op die steen moet je lopen. Kijk, hier is het droog. Nee, je gaat niet uitglijden. Geef me je hand, kleine prins. Geef me je hand. Ja, je kan het. Voilà. Hoi. Arontje, er gaat niks gebeuren, hoor. Goed, Wesley. Wat was hij? Kijk, je gaat naar daar en ik kom daar terug. Ik kom daar terug. Kijk. En nu in looppas. Ik laat. Ja, zet er u op. Ja, dat gaat zeker niet breken. Mag een Lukaatje, papa komt direct terug. Ja, ah, je bent zo'n durver. Allee, zal u. Maar zal Zoe had dat doen, kijk. Hey Zoe. Ja, Zoe. Ja, maar doe. Dat beter niet doen, maar Zoe laat zeker dan wat. Ja, maar ja, Zoe. Maar ik heb het een mooie broek aan. Nee. Ah ja. Kijk, papa is alweer. Amai, zo hoog dat jij bent. Probeer voorzichtig. Ah ja, probeer. Moest het niet lukken? Ja, pech. Het is envelop of zijn mama, dus dat is... Voilà mensen, het is hier echt super schoon. Kijk hier, de Maurice is ook aan het filmen, zie je? Ja, ik ga juist nog beginnen. Ah, Maurice moet nog beginnen. Kijk, hij gaat dan ook zijn vlog maken. Ja, mensen, ik heb juist daar een foto genomen en het is daar super mooi. Ik ga het u laten zien, hè. Super grote rotsen. Kijk, we zijn nu elkaar aan het vloggen. Kijk Maurice, wow. Allee, we gaan een beetje verder. Come on, let's go. Joepie, ze gaan wandelen. Het gaat echt fun zijn, wandelen. Dat zeggen ze. Jee. Dat je heel een boom vindt. Ja. Hé? Dat is waar, hè? Maurice? Ja, natuurlijk. En waarom eigenlijk? Waarom? Kon ze thuis zitten? Waarom? Filmpje kijken, samen met Maurice. Jurassic Park of zo? Ah maar nee. We zitten hier zelf in Jurassic Park. Ja. Met een dino. Dat is weet een cashewnoten en dan eet dat zo, ja zo. Dat smaakt naar banaan. Banaan dan eet hij jongen. Ik heb dat nog uitgesmakt, hè, kieken.
zit je toch hetzelfde? Ja, waar heb je zo'n banaantje? Ja, alle. Jongens toch. Was het lekker? Lekker, Luca? Ja. Ja? Dat is jouw lieveling, hè? Njam, njam. Oh, oh, oh. Ah, ja. Ja. Ja, ja, sowieso allemaal op de grond. Dat is zo vast, hè? Kom, geef mij die stokken. Dan mij stokken, ja, voilà, ze lijn er al. Ah, het is voor de vogeltjes. Dat is voor de vogeltjes. Ah, ja, voor de vogeltjes, ja. Of voor de aapjes. De apen eten naaienoten. Nou, hij ook, hè? Dus, wil zeggen dat hij een aap bent. Een chimpansee. Een chimpansee. Hè? Maurice heeft een chimpansee. Kijk. Oh. Wow, het is like, een mislukte Tom Cruise. Oké. Papa zit daar niet. Ah, ja, daar hè? Ja, dat is gewoon een stuk hè? Ja. Nee. Jawel, jawel, erop staan. Ja, dat is klaar hè. Nee, papa. Amai, jij bent er echt een durveraar. Kijk naar je dochter. Goeie. Blond. Wesley is een echte durveraar. Voilà, we zijn toegekomen, hè, Maurice? Ja. Ja, en wat gaan we nu doen? Ik ga aan drinken. Waar? Daar. Daar? Daar. Daar gaan we iets aan drinken. Allee, ga jij voorop lopen? Ah, toon een keer wat het is. Ja, ik weet het, ze. Ah, ik weet het, ze. Allee. En maar ik kan dan in een keuken. Ja, en ook in geen hoe duur dat dat hier is, sorry. Ja, Ik heb het niet gezien. Ah, nee, dat is echt schoon. Hé, hey, stel je voor dat ik echt zo in de stad loop. Ik zo, hé. Hey. Ja, man. Hey, doe hem een keer aan, zo. Hey. Ja, kijk voor wat. Hij is lelijk. Ja, nu had u eindelijk gezien hoe schoon dat is. Amai. Allee, wij gaan naar huis gaan. Salut. Salut. Ah ja, we zijn direct al. Salut, ja. Ik kan hier rap genoeg gaan. Ja, man. Ik zeg zo voor het laatst. Salut. Hij zo, salut. Ja, ga maar. Ja, man. Voilà die mensen. En ondertussen zijn we dus thuisgekomen. En wat ga ik en Maurice doen? De film kijken van Jurassic Park. Wij gaan naar de film kijken van de laatste Jurassic Park. Jurassic Park Dominion. Ik heb hem al gezien in het cinema. Ik vond hem niet zo goed. Jij hebt hem wel gezien in het cinema. Jij hebt hem ook gezien in het cinema. Je vond hem wel goed, hè? Ja. Ja. Dus wij gaan daar nu naar kijken op ons gemakske. Ja. Het is eigenlijk Jurassic World. Ah ja, het is niet Jurassic Park, het is Jurassic World. Jij hebt een punt. Dat is wel juist. Maurice kent er alles van, hè. Want Maurice zijn favoriete films is met of dinosaurussen, of apen, of Transformers. Ja. Juist, hè? Ja. Dat zijn jouw lievelingsfilms. Goed, oké. Okay. Wij gaan op het gemakske hier genieten van die film. En we gaan ook de vlog afsluiten, want ja, veel had er niet mee gebeuren. We gaan een film kijken en ik ga waarschijnlijk in slaap vallen. Maurice heeft daar straks al geslapen met een auto, ik niet.
En ik ben een beetje moe, dus we gaan het wel zien wat er gaat gebeuren. Dus ik ga hier de vlog afsluiten. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En kijk ook een keer naar mijn ander YouTube kanaal, Blu-ray Daddy 82. Ik ga ook binnenkort de vlog van M ga ik ook een keer maken. Ja, we gaan dat wel zien, hoe of wat. En ja, voilà, dat is mensen. Allemaal bedankt om te kijken, like de video. En tot de volgende keer. Salutjes, hè. Yo. Yo. Yo.